Zaterdag 6 juli 1957. We zijn in Terneuzen. Er wordt met stoelen gesjouwd. In de Jacob Katstraat zien we een man in de weer met snoeren van een geluidsinstallatie. Die staat bovenop een soort tribune. Vlaggen wapperen vrolijk in een zomerswindje. Die ochtend een ongewone drukte in de raadzaal van het gemeentehuis in de Noordstraat. Ze zijn al aan de wijn. Op de rug zien we burgemeester Tellegen. Het gaat er ontspannen aan toe. Een aantal mannen hebben het jasje uitgetrokken, want het is die dag bloedheet. Behalve het gemeentebestuur zien we ook mannen van de pers, zoals George Wijnen van de Vrije Zeeuw. En helemaal rechts Piet Hak van de Stem. Tussen de twee mannen die we op de rug zien, Gijs Veerman. Die weet alles van wielrennen. En daar draait het vandaag om. In Café Centraal hebben ze de reeds gevulde zakjes met mondvoorraad voor de renners klaarhangen. Dit is ook de plek waar de ploegleiders de rugnummers van hun renners komen ophalen. Het wordt de eerste ronde van Zeeland. Een driedaagse wedstrijd voor amateurs. Op de markt verschijnen auto's van ondernemers die sponsoren en zich graag willen laten zien. Onze filmer is de Terneuzenaar Tom Borgstein. Hij rent van hot naar haar om het hele gebeuren vast te leggen. Op verschillende plekken in het centrum zien we ze aankomen. Ploegleiderswagens en de mannen waar het om gaat. Nederlandse, Belgische en Engelse coureurs die zich 3 dagen hier uit de naad zullen fietsen. De eerste rit gaat door Zeeuws-Vlaanderen met start en finish hier aan de Terneuzense Jacob Katstraat. Gemeenteopzichter Wil. Huib Geense, belast met de opbouw van de jurywagen. Omdat er toch nog niks te regelen valt, hebben deze agenten mooi de tijd om even een handje toe te steken. Dan wordt het tijd om de strategische plekken te gaan bemannen. Steeds meer mensen begeven zich naar de plek van vertrek. Onder hen de burgemeester. En daar komen de renners. Even poseren voor de verzamelde pers. De Zeeuwse wielerclub Theo Middelkamp is uiteraard ook van de partij. Onder hen Jaap Huiszoon, Piet Rentmeester, Miel Verstraten en Jo de Roo. Als het muziekkorps Irene op het toneel verschijnt, zijn we niet ver verwijderd van de start. Het opstellen van de reclamekaravaan. Daarin ook reclame voor het pas geopende jazzcafé Porky & Bess van Frank Koule. De renners hebben deze dag 165 kilometer voor de boeg. Van Terneuzen dwars door Zeeuws-Vlaanderen naar Sluis en dan weer terug. Het zal een slijtageslag worden, want de hitte die dag is verzengend. Na een toespraak van de burgemeester en nadat iedereen zijn plaats heeft ingenomen, volgt het vertrek. Frank Koule, links, heeft de aansluiting gemist. Autoliefhebbers opgelet, het wagenpark anno 1957. Frank Koule heeft geluk. Hier kan hij alsnog instappen. Daar gaan we. In de tropische hitte Zeeuws-Vlaanderen door. Over provinciale wegen, maar ook binnenwegen. Waarvan een deel dan nog Macadamweg is. Dat bestaat uit een laag aangewalste keien. Voor de jonge Joden Roo uit Zuid-Beveland fataal. Met zijn kwetsbare longen. Voor hem een begeleidende auto die grote wolken stof doet opwaaien. Moordende hitte wordt hij gedwongen om de bezemwagen op te zoeken. Na 165 kilometer terug in Terneuzen in de Jacob Katstraat. Janus Buits uit Kruisland komt als eerste over de streep. Van burgemeester Tellegen ontvangt hij de leiderstrui. Na 3 dagen blijkt Schalk Verhoef uit Rotterdam de uiteindelijke winnaar. Beste ploeg is Theo Middelkamp, de beste van de eerste ronde van Zeeland.